Yo dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Thief. Nou, ik wil je gelijk even in het begin erop attenderen dat elke maandag, woensdag en vrijdag om 8 uur krijg jij een nieuwe Thief op je beeldscherm. Dus al verheug jij je er net zo op, net zoals ik, om deze game te spelen, zet het dan even in je agenda. Ik zei het de vorige aflevering ook al, plak post-its op je moeder. Zorg dat je huisdier een fucking dingetje heeft waarop je gewoon constant wordt herinnerd van, hey, elke 8 uur gaat Don even Thief spelen. Eens even kijken. Wat moeten wij doen? Oké, dus we kunnen dus ook in... dus exit en barge out. Even kijken, wat is barge out? Oké, dan ram je naar buiten toe. Oké, dat is goed om te weten. Maar ik denk dat we dat gaasje daar moeten gebruiken, zodat we onze claw ook weer gebruiken. Want er staat echt keigroot in het beeld. Press space to use the claw to reach bla 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 bla. Dus dat doen we nu. Wat? Waar komt die tekst vandaan? Dat vind ik altijd zo apart. Oh, wat is dit? Health. Press H to consume. Oké. Maar dat is niet nodig, aangezien ons HP vol is. Toch? Ja. Oh, die claw is wel pittig handig. Ik ben blij dat Aaron die heeft achtergelaten. Of eigenlijk, dat ik die gestolen heb. Haha. Oké, dus we moeten naar die toren toe. Want dat zei hij van, ik moet even naar de bovenkant van de toren. Om even mijn gedachten op een rijtje te zetten of zoiets. Dus laten wij dat maar gaan doen. Eye to observe. Wat valt er te op? Oh. Traitor's gate closed till morning, by Baron's decree. Oké. En dat vind je normaal? Blijkbaar wel. Manneman. Oké, hier naar beneden. God, ik vind het zo gaaf. First person gewoon Thief spelen. Daarom vond ik Mirror's Edge vond ik ook echt zo'n gave game. Wat? Had hij het tegen mij, die dude? Oh my god. Misschien moet ik hem maar even op zijn achterhoofd gaan mappen in plaats van gewoon letterlijk naar hem toe lopen van... Hey vriend, hoe gaat het? Hold A. En takedown. Gewoon fucking takedown, want ik zag nog iets daar liggen wat ik wilde hebben en dat is dit. Broadhead arrows. Zullen we die uitmaken? Nee. Dat is niet kosteffectief met mijn... Al dat fucking ding is weg. Hoe haal ik die fucking ding weg? Wapen, ga weg. Rechtermuisklik blijkbaar. Hold E. Want wij gaan geen lijken achterlaten. Deze gaan wij gewoon letterlijk hier tussen de dozen voor iemands deur. Zo. En dan komt die persoon straks naar buiten toe en opeens ligt die dwaas daar al. Oké. Dus wij moeten hier verder. We konden net eigenlijk langs die dude sluipen, maar fuck it, YOLO. Ik heb toch nog een beetje dat Assassin's bloed in me van Assassin's Creed, weet je. Dus de bloed in me, die instelling. Dus dan af en toe ga ik ook gewoon even mensen neerhalen, ook al is dat niet het originele doel van Thief. Oké, hoe openen wij deze deur? Oeh, dus Aaron deed het verkeerd. Fucking Aaron. Zie je wel, Garrett is een veel betere... ik wilde zeggen assassin, maar een thief. Oké, wat is dit? Food. Hold A. Sluip. Gaat goed. Potverdikke me wat krap. A, lift. Bro, do you even lift? Blijkbaar wel. Stone Market, Stonecutter's Court. Closed for the night. No thoroughfare. What are you looking at? The price on that jeweled mask. Be enough to feed 100 squawking mouths for a year. Don't you go catching the cops. Ik weet niet, ze zijn alles aan het sluiten, maar ik vraag me af waarom. En blijkbaar moet ik die winkel in, denk ik. Of ik kan daar langs. Ja, inderdaad, dat masker klinkt inderdaad interessant. Daarom wil ik die ook hebben. Dus even kijken, even hier maar overheen sluipen. Damn lights are still on a blink. En go. Oké, hoe gaan we dit doen? Die pak ik in ieder geval, 1 coin. Hun lopen door. Hij let niet op. Sluip naar binnen.
Wacht, kan ik nog terugtrekken hieruit? Shit. Nee, dat kan blijkbaar niet. Ik moet wel opschieten aangezien anders die guards er weer aankomen. Snel. Snel, naar binnen. Hallo? Oh my god! Ik heb de deur gesloten. V-dodge attacks. Oh my god, hij rampt door de deur heen. Are you kidding me? Dat is oneerlijk. God, dat was belachelijk. Ik wil dat masker hebben, joh. Kan ik hier omhoog? Nee. God, dat was belachelijk. Something doesn't feel right. Oh. Shit, ik heb ook geen object meer om te gooien. Die fles die ligt daar al. Oké, okay, tijd voor de arrows dan maar. Ik wilde hem eigenlijk nog niet gebruiken, maar vooruit. Oh god. Map hem op zijn hoofd. Map hem op zijn hoofd. Auw. Auw. Waha. 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 Q voor takedown. Oeh. Oké. Okay. Oké, okay, we deden het. We hebben het gedaan. Oké. Okay. HP. Waar is mijn HP? H. Vol. Ik weet niet hoeveel het restored, maar... God dingus. Oké, maar waar is die ene dude nu heen die me wilde hebben? Oh shit, die staat daar. Shit. Pak, pak, pak. Met picklocken staat de tijd niet stil. Schiet op, schiet op, schiet op. Oh god. Dodge. Haha. Map op je vriend, map op je vriend, map op je vriend. Oké, okay, de fucking combat systeem is niet zoals ik in gedacht had. Oh my god. Ik deed gewoon even rustig de deur dicht. Laat me met rust, man. Oh my god, dat is geen... Fuck! Ik dacht dat is een kast waar we in kunnen schuilen. Oh shit, load last save. Hoe ver is dat terug? Hoe ver is dat terug? Oh my god. Oh. Shit, dat is letterlijk hier. Oh my god, hoe ga ik die dudes fucking... Ga erin. Oké, focus vision. What the fuck doet dat? Oké, dat was vreemd. Oké, maar er zijn twee guards. En ik moet hem hebben. Dus als hij langs me loopt... Dan ga ik exiten. En dan map ik hem op zijn achterhoofd. Dan doe ik zo'n takedown shitje. Want ik weet niet waar die andere guard is. Dat is een beetje vervelend. Zo, takedown. Ik hoef dus even zijn pakketje niet. Ik hoef even zijn pakketje niet. Kan ik hem hierin stoppen? Blijkbaar niet. Hup, hier dan maar. Prima. Oh, hebben. Shit. Ik wilde eigenlijk die bracelet nog. Ik snap niet waarom... Waarom je hem dicht deed, terwijl ik eigenlijk nog de bracelet wilde pakken. 8 gold voor een bracelet. Voel je goed. Voel je goed. Er is wel fucking veel licht hier, oh. Dat is wel vervelend. Maar gelukkig is het nu even rustig hier, omdat ik die ene dude heb uitgeschakeld. Dat is die. En dan kan ik even wat meer mijn tijd nemen hiervoor. Ah, tijd om het masker te pakken. These jewels are glass. Still, it'll fetch good coin from someone who doesn't know better. I'll see myself out. An upstairs window should get me over that gate. An upstairs window. Nou, dat is duidelijk. Oké, okay, wat is hier? Ik zag hier ook nog een paar glimmende dingetjes die ik wel wil hebben. Waar de fuck kwam dat geluid vandaan?
Pak zoveel mogelijk mee. God, daar zit niks in. Wat voor juwelier ben je nou? Hallo? Oh, die dude slaapt. Maar dit is niet de weg naar boven toe. Dus deze kant op, geloof ik. Shit. Maar als hij toch slaapt, kan ik net zo goed even de kassa openen. Ja. Ja. En zolang we niet te veel lawaai maken, zal hij ook gewoon rustig blijven slapen. Hé. Hey. 20 coins maar. Je bent een juwelier, man. What the fuck? Oh, wat zit hierin? Ringen, oorbellen, alles. Wil het hebben. Kijk, zullen we een statement achterlaten of niet? Dat we dit gewoon openlaten? Nee, fuck it, we doen het wel dicht. Maar wij zijn een sluip, meneer. Wij laten geen bewijzen achter, behalve dit dan. Oké. Okay. Kandelaartje. God, ik moet nu echt op mijn geluid letten. Misschien moet ik... Fuck it, ik ga hier gewoon doorheen. Waar moet ik naartoe? Ik moet naar boven toe. Oké, we gaan weer terug naar binnen blijkbaar. Voorzichtig. Voorzichtig. God, die dude slaapt hier gewoon. Uh-oh. Oh, ik wilde net zeggen, is dat een schaduw van zo'n bewoner? God. Ik zit hier echt gespannen, joh. Ik zit hier... Fuck. Hoe was dat ooit een takedown? Dat was echt de meest belachelijke takedown aller tijden. Maar vooruit. We accepteren het zoals het is. Hup, lichaam daar naartoe. Even kijken, waar zijn die bewoners? Ik zie een schaduw. Oké. Super sneaky. Nee, wacht even. Even zeven. Voordat het... Wacht, wat is dit? Don, ben je fucking... Dat was een lichtknopje. Ik wist niet dat ze lichtknopjes hadden. Ik weet niet, zullen we het riskeren? Gewoon for fucking YOLO's sake? Ja. Nee, dat is 2 gold. Dat is het niet waard. Het was leuk zolang het duurde, mevrouw, maar ik ga er vandoor. Dat was de verkeerde E. Oké, even kijken. Is er iemand? Ik hoorde hier wel een stem net. Nou, fuck it. Hoe ga ik eruit? I feel like I can think and act faster than normal when I concentrate. Ja, goh. Hoe ga ik eruit? Klik. Rechtermuisklik blijkbaar. Wat is dit? Hallo. Fuck it, ik vind het genoeg. Continue to the clock tower. Waar moet ik naartoe? Ah, hier, blijkbaar. We gaan ook echt van elk huis gaan we gewoon even naar binnen van... Hey, lift die shit. Open de raam. Zorg dat je binnen bent. Even kijken. Want ze hebben ook echt ventilatoren en shit. Echt, op de ene manier zijn ze echt super ouderwets. Op de andere manier gewoon echt gewoon bij de tijd als het ware. Soort van, niet helemaal. Maar je weet wat ik bedoel. Hallo? Is er iemand?
Ik zag daar net wel een soort schaduw daar links. Actiemuziek, hoor je die shit? I read that before the Baron was born, the city was at war. Read it, did you? Oh, Ladi freaking da. Nothing like that. Said you know, Ladi freaking da. Shit, er zit nog iemand. Oh god. Hallo. That was close. Oké, eens even kijken hoe we dit gaan doen. Kijken, wat ik kan doen... is dat vuurtje uitschieten. Maar... ah nee, ze lopen nu al verder. Oké, top. God, ik zit echt helemaal in die game. Ik vind het echt fucking gruwelijk, deze game. We locked the gates, you fog skull. Fog skull. Oh shit, ze lopen verder. Ze laten ook elke keer een vuurtje achter, lijkt wel. Stop daar eens mee. Volgens mij heb ik wat aan dat blauwe. Is maar instinct of zo. Oké, top. Ik heb hun ontweken. Oké, nu gaan we naar de fucking clock tower. Oh god, pas op dat je niet naar beneden valt. Maar af en toe heb ik nog echt dat assassin's instinct van fucking spring van bovenaf. Kijk, zie je, er is wel een takedown, maar dan heb je nog die andere dude. Hey, touw. Maar ik heb niks aan de touw. Aangezien ik hier al ben. Nou kunnen we wel opkomen. Het is 5:12. Completed. Wat heb ik gedaan? Opportunist. Playstyles. Oh, dit is interessant. Even kijken, er staat opportunist. You prefer using the environment to your advantage over all other means. Nou, klopt best wel. Oké, ghost, opportunist en predator. Predator is waarschijnlijk dan... dat je ook gewoon mensen neerhaalt als het ware. En killen en shit. Maar dat deden wij niet. Oké, continue. Waarom zouden we dat play again? Het is wel vet dat het weer zo'n play again functie heeft. Daarna heeft het echt heel veel... replay value, zoals dat heet. Maar nu zijn we waarschijnlijk bij het volgende gedeelte. Dan kijk ik even of er iets tussen... oh, dit is mijn shit! Of, wat? Wat? Is dit van mij? Take? Oh! Ew, nee, plaats terug, man! Nee, stash gold. Valt dat? Kan dat? Quiver capacity. Bow balancing, food... maar dit, hè? Ik ben echt super verward. Take. I guess. Oh, dit is gewoon mijn stash in het algemeen. Sawtooth. The brutal heavier construction offers... Oké, ja. Daar neem ik er wel 2 van mee. Choke arrow. Neem ik wel een aantal van mee. Poppy. Geen idee. Is goed. Neem er ook maar een aantal mee. Ik neem ze niet allemaal mee. Omdat ik ben bang dat je ook nog... heel conservatief ermee moet gaan werken. Water arrows vind ik wel heel erg dope. Dus die neem ik wel meer mee. Bow balancing. Sure. Of kan ik ze nu echt allemaal... meepakken? Blijkbaar. Oké, ik... dit vind ik een beetje een verwarrend systeem, maar vooruit. Wat is dit dan voor kist? Unique loot? Want dit is gewoon mijn shit als het ware. Mijn huis. Oké, maar wat nou als ik spul weg wil doen?
Gewoon even wat gold hier neer wil leggen of zo. Stash. Ja, dit is de stash functie. Ah, je kan geen gold stashen blijkbaar. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dan gaan we maar even naar boven toe, denk ik. Ik denk dat we dat moeten doen. Blijkbaar wel. Garrett, doe eens rustig, man. Je bent in je eigen os. Doe gewoon even chill. Muts af en shit. Hij herkent waarschijnlijk iets. Dat er iemand in zijn huis is geweest of zo. Tenminste, dat denk ik. Ik ben een kraai. Kraaien zijn minder vet dan meeuwen. Maar zover was je al. Jennifer. What the fuck is er aan de hand? Hij praat met kraaien. Zijn er Lucifer doosjes? Where are you? Come and see me when you get back. B. Wie is B? Het is in ieder geval niet Erin, want dat is met een E. De letter E. New objective. Meet Basso at the Crippled Burg. Ik stel voor dat we dat licht even fucking absurd even daar... Hey. Ik stel voor dat we dat in de volgende aflevering gaan doen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het vette video, dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En vond je dit gewoon hartstikke interessant of wat dan ook, kijk dan gerust ook even in de beschrijving naar mijn kanaal. Want daar doe ik ook zulke soort shit. Niet letterlijk thief, zulke soort shit, maar gewoon zulke soort shit. Ik ben niet duidelijk daarin. Maakt niet uit. Ik wil je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.